De bevrijding van Apeldoorn, nu alweer 76 jaar geleden, is vandaag herdacht. En net als vorig jaar is vanwege de COVID-19-pandemie de herdenking bescheiden van opzet en in klein gezelschap uitgevoerd. In de weken voorafgaand aan deze herdenking hadden we de gedachte en de visie van leerlingen van de Parkenschool en de Koningin Wilhelmina School, die ze hadden opgeschreven in gedichten en in overdenkingen, al opgenomen. Ik zit binnen en denk aan de tijd. 76 jaar geleden werd Apeldoorn bevrijd. In de oorlog zijn er mensen doodgemaakt. Er zijn mensen met bommen geraakt. Er was hongersnood en pijn. Iedereen hoopte dat het snel over zou zijn. 5 jaar heeft deze oorlog geduurd. Vele mensen die werden weggestuurd. Op treinen gezet, gedeporteerd. Omdat ze anders waren, werden ze bekritiseerd. 1945. We hebben gewonnen. De vrede is in ons land teruggebracht. Gezamenlijk maken we een start met de wederopbouw. En worden de slachtoffers en de bevrijding ieder jaar herdacht. Verguisd en vergast, zoveel verdriet. Daarom vergeten wij die tijd niet. Nu, 76 jaar later, leven we een leven zonder angst en geweld. Nu kennen we hongersnood alleen maar uit de verhalen die worden verteld. Dankbaar zijn we aan hen die hun leven hebben gegeven. Om het voor ons mogelijk te maken om in vrijheid te gaan leven. Vrijheid om te laten zien wie we zijn en waar we voor staan. Zonder achterom te hoeven kijken of dit wel is toegestaan. Ook al is onze vrijheid nu lastig te voelen en ervaren we het soms als een gemis, laten we er samen voor zorgen dat onze vrijheid er morgen ook nog is. Gewoonlijk vieren wij op 17 april de bevrijding van Apeldoorn. Bij het monument in het Oranjepark. Bij het monument met de naam Man met de Vlag. Maar helaas kan net als vorig jaar door corona het niet doorgaan. Toch willen wij deze dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In het kort vertel ik iets over de bevrijding van Apeldoorn. Nu alweer 76 jaar geleden. De Canadezen zijn op 12 april 1945 vanuit Wilp vertrokken. Richting Apeldoorn. De Canadezen deden er uiteindelijk 6 dagen over om Apeldoorn te bereiken. 2 dappere verzetslieden staken in de nacht van 16 op 17 april bij het sluisje het Apeldoorns kanaal over. Om de Canadezen te vertellen dat de Duitsers weg waren en dat de beschieting van de stad niet meer nodig was. Tijdens de operatie met de naam Cannon Shot kwamen soldaten en burgers om het leven. Het is goed dat wij hier elk jaar opnieuw bij stilstaan. Die ver van huis vochten en dicht bij onze vrijheid. Ook nu zijn er nog mensen die de bevrijding als de dag van gisteren kunnen herinneren. De bevrijding van Apeldoorn gebeurde gelukkig relatief rustig. Doordat de Canadezen op tijd op de hoogte werden gesteld van het overhaaste vertrek van de Duitsers. Ook op dit moment, nu wij in het Oranjepark staan, proberen vredesgroepen uit Nederland en andere landen problemen en conflicten in de wereld op te lossen en te beheersen. Op dit moment zijn er ruim 65 miljoen mensen op de vlucht, waar meer dan de helft ervan kinderen is. Op televisie en in de krant lezen we nog vaak genoeg over landen en plaatsen waar je niet zo veilig kunt leven als in ons land. Daarom moeten we zuinig zijn op onze vrijheid. Het is iets waar we ons best voor moeten doen. De herdenking bij het sluisje die stond vandaag als eerste op de agenda. Om 11 uur heette Cor Comello, voorzitter van de vereniging Oud-Apeldoorn, die de herdenking jaarlijks organiseert, alle aanwezigen welkom. Na dit korte woord van welkom werden er achtereenvolgens bloemen gelegd door mevrouw Tiemens namens de Prinses Margrietschool, de school die het monument adopteerde. De heren Kruijzen en Boerwinkel legden een bloemstuk namens het comité Veteranendag Apeldoorn-Epe-Voorst. Vervolgens was de beurt aan burgemeester Ton Heerts namens de gemeente Apeldoorn. En de rij werd gesloten door Cor Comello zelf, die een bloemstuk legde namens de vereniging Oud-Apeldoorn. 75 jaar geleden
Vanaf 17 april 1945 leven wij in vrede. Ik wil jullie bedanken voor jullie dapperheid. Door jullie leven wij in vrijheid. Bedankt iedereen die voor ons heeft gestreden. En ik hoop dat we nog lang in vrijheid leven. Het hek gaat open. De vrijheid komt me tegemoet. Een nieuw hoofdstuk, een nieuw begin. Doe waar ik mis van houd, elke dag opnieuw, elke dag je zin. Rennen door de velden en bloemen plukken. Hier zijn al mijn levensstukken. Hier ben ik geboren, dit is mijn thuis. Hier haal je me niet meer weg. Terug in Apeldoorn, hier wil ik zijn en hier voel ik me thuis. Het begon in 1940. Vanaf toen waren er andere regels geldig. Zo waren de Joden in dit land verboden. Er was 5 jaar lang geen vrijheid. En elk persoon dat nog steeds wel wat pijn lijdt. Nu zijn we 75 jaar verder. En zijn we Canada nog steeds dankbaar als redder. In 1940 begon het verdriet. De Duitsers bezetten een groot gebied. Veel jongens en mannen werden opgeroepen om tegen het front te vechten. Ook veel mensen hadden geen volksrechten. De Duitsers haalden families uit elkaar. Gelukkig zijn wij vrij, nu al 75 plus 1 jaar. De bevrijding is belangrijk om bij stil te staan. Ons plan was dat we dat vorig jaar hadden gedaan. Corona gooide roet in het eten. Maar de viering, die zijn we zeker niet vergeten. Tranen schieten tekort. We hopen dat het nooit meer oorlog wordt. Vrijheid is een van de mooiste dingen die er is. Het respecteren van wie een ander is. Het gevoel dat je kan gaan en staan waar je wilt, ongeacht je afkomst of geloof. In vrijheid leven lijkt het normaalste wat er is, maar er is veel voor gestreden. Als er toen niet gevochten was, hadden wij misschien een heel ander leven gehad. Vrouwen werden misschien niet goed behandeld, misschien zou er nog slavernij zijn. Man of vrouw, zwart of wit, iedereen moet gelijk behandeld worden. Voor mij is vrijheid kunnen leven, naar buiten kunnen gaan, zonder zorgen overal kunnen gaan en staan. Naar school, naar de supermarkt, met vrienden naar het park. Gezelligheid, samen zijn, vrijheid, zo fijn. Wij leven in een vrij land, met de democratie, dat is fijn. Dit is een land waar iedereen zichzelf mag zijn. Maar 75 plus 1 jaar geleden was dat anders. De Duitsers hielden heel Nederland bezet. 5 jaren gingen voorbij en de redding was nabij. De Canadezen kwamen onze kant op, samen met het verzet. En op 17 april 1945 was Apeldoorn gered. Elk jaar denken we alle slachtoffers en doden, waaronder erg veel verzetsstrijders, zigeuners en joden. Nu, 75 plus 1 jaar later, zijn we nog steeds vrij. Wie je ook bent, wat je ook gelooft, je hoort erbij. Als ik het opzoek in het woordenboek, is vrijheid onafhankelijkheid, is vrijheid ongedwongenheid. Voor mij is vrijheid een gevoel van binnen en dan voel ik me niet alleen. Voor mij is vrijheid een gevoel van binnen en dat ging je toch iedereen? Het woord vrijheid geeft ons hoop, dat is al jaren zo. Het is belangrijk om te herdenken, vooral in deze tijd van nood. Leert wat er echt nodig is. Er voor elkaar zijn als het van belang is. Het is nu 75 plus 1 jaar geleden dat dit woord na een lange tijd weer te leven kwam. 75 plus 1 jaar geleden was er een periode die we nooit zullen vergeten. Kun je het je voorstellen? Ik zou het amper kunnen vertellen. Opeens geen vrijheid meer. Zou je blijven vechten of leg je je erbij neer? Ik ben blij dat wij in vrijheid leven, want sommige mensen hebben die kans niet gekregen. Er is nu ook een pandemie, maar dat komt wel weer goed. Dus wees zoals die dappere mensen en houd moed. Aansluitend op de ceremonie bij het sluisje werd in het Oranjepark het bevrijdingsvuur ontstoken door burgemeester Ton Heerts. Vrede betekent voor mij dat ik mag gaan en staan waar ik wil. Vrijheid betekent voor mij dat ik mag zeggen wat ik wil zeggen. Vrede betekent voor mij vrijheid en gelijke recht voor iedereen. Ik hoop dat wij volgend jaar op 17 april 2022 weer met z'n allen in het Oranjepark mogen en zullen staan om de bevrijding opnieuw te vieren.